energie, I don't know hoe je het noemt. En dat uit die met een fucking stokje. Dat vinden we dan wel vet. Maar Avicii? Nou, dat telt niet. Ik wil je laten zien, hè. Een Chinees instrument. Vind ik echt een heel mooi instrument. Even kijken hoor, deze bijvoorbeeld. Dit vind ik echt, ja, dat is heel gaaf. Een soort Chinese viool. Het instrument, hè. Niet naar vrouwtjes kijken, hè. Ik heb wel veel instrumenten. Ja, het ziet er ongeveer zo uit. En de Urgel, zo spreek je het uit als het goed is. E-R-H-U. Dat bestaat uit twee snaren en een slangenhuid. Zie je dat? Je ziet er maar twee snaren. Ur staat dan ook voor twee. Zo tel je in het Chinees. I-R-San. En Ur is twee, dus twee snaren. En dat is eigenlijk van oorsprong een heel barbaars instrument geweest. Waarschijnlijk uit Mongolië. Len, ik ga gewoon even vragen aan mijn meisje. Ik heb natuurlijk... Len, do you know that? Where are you? Do you know if the Urgel... How do you say this? Urgel. Yeah. Is actually from the barbarians, toch? Ja. Savage people. Savage people. En werd dus gebruikt door barbaren vroeger. En die hadden twee snaren en that's it. Dan moest je daarbij doen. En ik vind het heel cool geluid. En waarschijnlijk ken je het wel in het Chinese restaurant. En als je binnenkomt om je nasi goreng te bestellen, wat trouwens Indisch is. Maar anyway, het klinkt ongeveer zo. Het is ook dan weer een van mijn favoriete nummers op de Urgel. En het nummer heet The Moon Mirrored in the Pool. Of zo. Ah, kijk. Zie je die twee streepjes? Daar. Even kijken. Ik ga het aanwijzen voor je. Daar. Hier staat waarschijnlijk Urgel. Want dit betekent twee. Ur. Dit vind ik echt een heel mooi nummer. Het is super klassiek natuurlijk ook. Moet even luisteren. Kijk hem gaan. Die emotie. Dus ik kom laatst ergens bij een Chinees restaurant binnen. Weet je, zo'n restaurant De Gouden Draak. Weet je, dat soort plekken. Dus ik kom daar binnen. En blijkbaar is dit dus een heel bekend nummer. Dit, want ik hoor dat nummer. En omdat ik dit nummer al best wel veel luister. Ik weet, hey, dat is The Moon Reflected on the River Kwa of zoiets. Echt zo vet. Jezus, Mina. Oh. Maar moet je even kijken. Dit vind ik ook mooi, hè. Je hebt dan die dirigent. Moet je kijken hoe die opgaat in de muziek. Ik vind het zo... zo mooi. Let op, hè. Moet je kijken. Wauw. Dat is pas hard voor je werk, jongen. Kijk. Echt mooi. Vet. Nee. Ja, fantastisch. Bravo. Maar wat ook gaaf is, is dat zo'n dirigent... Hè, is altijd een grote vraag, wat doet hij nou, hè? Met zo'n stokje. Maar wat ik bijste interessant vind als je hier naar kijkt, naar zo'n dirigent... is dat hij is de muziek voor. Snap je? Het is makkelijk om, als je een nummer hoort, om mee te trommelen. Exact op de beat, hè? Nee. Weet je dat? Maar een dirigent is de muziek voor. Want hij moet aangeven wat er gespeeld moet worden. Dat maakt echt een stuk complexer, jongen. Moet je maar even kijken. Let op, hè. Op een gegeven moment hoor je zo'n harde toon. Nee. Maar hij is eerder met zijn handen. Moet je maar kijken. Zag je dat? Hoor je dat? Die noot? Nee. Let op, hè. Nog een keer. Komt-ie. Zag je dat? Hij deed met zijn handen zo. Met alle twee zijn handen. Maar de muziek kwam net een fractie van een seconde later. Omdat hij natuurlijk aangeeft wat hij moet spelen. Nou, zet een cd op van Gloria Estefan of Mariah Carey. En probeer het liedje niet mee te zingen. Maar net iets eerder te zingen dan dat Mariah Carey zingt. Dat is wat een dirigent volgens mij doet. En respect. Anyway, ik ga even laten zien op mijn telefoon, ja? Moet je kijken.
Dit is GarageBand op mijn telefoon. Het is gewoon een gratis muziekprogramma. En dan kan je dus piano hier doen, zo. Zo, hè, zo. Lekker. Wow, klinkt gelijk als Stranger Things. Wow. Wow. Oké, okay. Maar ik had dus ook een nieuwe uitbreiding die hier op stond. En dan kan je dus ook wereldinstrumenten bespelen. En daar zit die orgel, als je goed kijkt hier, die zit daarbij. Let op, hè? En dat is dus deze. En dan staat hij op min pentatonisch. Wat is dat? Mineur pentatonisch. Ik heb geen idee. Ik ben hier enorm verslaafd aan tegenwoordig om zit ik op de wc te doen. Moet je luisteren, hè? Moet je luisteren. Dit is dan de snaar. Ja? Als je hem hard ingedrukt houdt, dan gaat hij trillen. Kijk, dit is één zachtjes ingedrukt. Let op, hè. Nu gaan we hard indrukken. Hoor je? Dat zie je ook hieronder met deze hier. Kijk, zachtjes en hard. Ja? Maar moet je even luisteren, hè? Ik zal even een liedje spelen. Vond je mooi? Heel mooi! Aziatisch liedje voor jou. High five! High five! Voel je ook een beetje thuis hier, hè? Ja. Ik zit hier net die video te editen. Moet je me even over nadenken? Heb ik even bij nodig. Moet je even advies veren. Ik denk dat wij allemaal muziek in ons hebben. Dat meen ik echt. En ga niet zeggen wat niet zo is. Want ook jij hebt muziek in je. Ook al zeg je, yo, pus. Echt niet, hoor. Ik kan echt geen muziekinstrument bespelen. Hé, hey, dat klopt. Ik ook niet. Ik ben niet naar conservatorium geweest. Ik ben niet naar muziekles geweest. Ik kan geen muziekinstrument spelen. Ja, een beetje harmonica, maar dan houdt het wel op. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen muziek in me heb. En ga maar zonder de douche staan. En dan sta je dan. La 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 la. Dan kan je die opeens ook spelen. Ja, dat kan lukt je wel, waarschijnlijk. Maar als je zegt van, nou, speel dat nummer nu eens op een piano. Ja, daar weet ik niet. Daar kan ik niet. Maar ik heb die muziek dus blijkbaar wel in me. Maar ik kan het niet vertalen middels een piano. Omdat ik, nogmaals, niet naar muziekles ben geweest. Dus ik heb geen verstand, technisch gezien, van de piano. En dat zet me aan het denken. Want wat als er nu een techniek is ontstaan of ontwikkeld wordt. En dat zie je dus nu een beetje gebeuren, zelfs op je telefoon. De moeilijkheid van een piano. He, die techniek, die jaren beoefening, wordt weggehaald. En dat is zo fucking vet van techniek, vind ik. Dat gebeurt met heel veel dingen. Kijk naar je camera in je telefoon. Vroeger had je een hele studio nodig. Met grote lampen en grote camera's. En dat soort dingetjes om een video te maken. Nu film ik het gewoon hier in mijn slaapkamer met mijn telefoon. Ik film alles met mijn telefoon. Wel een hele goede iPhone XS, you know, sorry. Oké, even zeggen toch, hè? Maar even serieus, dat is best wel interessant. Dat is best wel interessant. En ja, I got it. Nu gaan natuurlijk de puristen zeggen, ja, maar purs. Urgo spelen op je telefoon, dat telt niet. Want dat is niet echt. Muddy Waters, van de blues. De gitaar, hè? Oeh, weet je dat? Fantastisch. Dat is een muzikant. En Avicii dan? Is Avicii dan geen muzikant? Hij is helaas overleden. Maar you know the story. Is hij een muzikant of niet? Ik denk van wel. En die dirigent dan, die je net zag in het begin van de video. Die heeft niet eens een instrument. Hé, hey, die heeft niet eens een instrument. Maar daar zeggen we wel van. Wauw, geweldig. Kijk hem gaan met zijn... Ja, wat doet hij eigenlijk? Ja, met zijn stokje. Hij heeft niet eens een instrument. Hij is zelf losgekoppeld van het orkest. Want hij speelt eerder dan het orkest. Dus er gaat muziek in hem, spiritueel... Of energie, I don't know hoe je het noemt. En dat uit die met een fucking stokje. En dat vinden we dan wel vet. Maar Avicii? Nou, dat telt niet.
Het is maar een middel wat we gebruiken om de muziek in ons naar buiten te treden. En vroeger hadden we daar beperkte middelen voor. Sterker nog, als je piano kon spelen, dan kwam je waarschijnlijk van de rijke klasse. Hey, want je had tijd, je had geld om te studeren. Zo'n piano, nou, was vroeger helemaal niet gratis. Maar nu heb ik er eentje in mijn telefoon zitten. Iedereen heeft nu die piano. En het wordt steeds makkelijker om de muziek die we in ons te hebben te uiten. En dat geldt niet alleen voor muziek. Dat geldt voor heel veel andere dingen. En dat vind ik zo gaaf aan technologie. Dat zich dat zo ontwikkelt dat iedereen de mogelijkheid krijgt om datgene wat in zich zit te uiten. Op allerlei vlakken. Alright, terug naar de video. Ik heb er net ook weer een ander keyboard gekocht. Ik had er net één gekocht van de week. Een MIDI toetsenbord. Ik heb nu de Korg besteld. Ik ga je laten zien. Deze. Dit is een MIDI toetsenbord. Die maakt geen geluid. Die moet je aan je laptop doen. Nou, hey, dat is mijn juice. Super gaaf. Misschien kan ik dat ook een beetje spelen. Dat is ook leuk. Als je kijkt naar GarageBand op je Mac. Hier zitten dan ook gelijk weer lessen bij. Zie je dat? De Lesson Store. Learn to Play. En je kan dus allemaal lessen downloaden, allemaal gratis. Hallo! Kijk dan hieronder. Kan je allemaal dingen volgen. Black and white keys. Playing position. Sustain pedal. Chords. Chord progression. Zo vet. Muziek maken is nog nooit zo toegankelijk geweest. En dat wou ik even laten zien hier. Dat zelfs op je telefoon kan je iets doen. Ik ben heel benieuwd naar mijn MIDI toetsenbord. Mijn keyboardje. Mijn Korg Micro. Want die kan ik ook met Bluetooth aansluiten op mijn telefoon. En dan doe je gewoon oortjes in. En dan heb je gewoon een heel orkest op je telefoon. Oh, wat is dit dan? Oké. A, S. Beste mensen, zie je in de volgende video. Cheers. Wauw, vet hè.